Jess, ik vroeg de matchwinnaar aan op voor een interview. Was jij dat nou of moet ik dat bij Justin zijn? Justin? Hoogma. Ja? Waarom? Nee, jij maakt hem toch? Oh, zo. Ja. Ja, want ik hoorde eerst dat Justin hem wel maakte. Toen hoorde ik een eigen doelpunt. En uiteindelijk kwam hij op mijn naam. Terecht. Ja, dat was ook het laatste bericht dat ik hoorde. Dus ik denk even checken of het echt zo ja, was. Ja, nee, terecht. Hij zou er sowieso ingaan. Alleen, die verdediger raakte nog op de doellijn. Maar het was sowieso een doelpunt geworden. Dus ik ben blij dat hij wel op mijn naam komt. Precies, jullie begonnen moeizaam aan het duel. Ja, we begonnen heel moeizaam. Ik denk dat het ook te maken had met... Ja, dat we misschien de druk voelden van, ja, je moet deze winnen, je wilt uitlopen bij ze. En we kwamen gewoon niet in ons spel, we voerden onze taken niet uit en ja, dan wordt het moeilijk. Ja, ik zag je ook een aantal keer bij een boos gezicht rondlopen. Ja, ook voor jou, jouw spel komt er ook niet lekker uit, hè? Nee, inderdaad. Maar ik laat dat soms te vaak zien. En ik bedoel dat helemaal niet, maar het is echt hoe ik ben. Ik ben een emotiepersoon. En ja... Op zulke momenten wil ik gewoon die bal vasthouden of op iemand neerleggen. Maar omdat we vrij laag stonden, is dat voor mij ook heel moeilijk om te doen. Dus probeer ik het ja, door te werken of het team aan te moedigen. Ja, en dan hoop ik dat het goed komt. Precies, dan wordt het vlak voor rust 1-2. Rode kaart, na rust de 2-2 van jou. Daarvoor had je ook al even een kans, hè? Ja, precies daarvoor. Gelijk vanaf de aftrap zo'n beetje? Of iets daarna? Ja, dat schot bedoel je? Ja. Ja, ik... Ik had het net met Marco toevallig over. Op training gisteren kreeg ik hem ook. En toen schoot ik hem in de korte hoek. Toen pakte de keeper hem. Toen dacht ik, oké, misschien de volgende keer gewoon lange hoek. En nu schoot ik hem lange hoek. Pakte de keeper hem ook. En toen zei Marco en ik zeiden ook tegen elkaar. Ik moet ook gewoon helemaal niet nadenken. En hij zegt ook, ik bedoel dat niet slecht. Maar als je in zo'n moment bent, zo'n situatie, dan moet je gewoon schieten wat je altijd doet. Gelukkig kreeg ik een herkansing aan die corner en dan ging hij erin. Ja, dan 2-2. Daarna de 3-2, ook van jou. Die heb je net al even benoemd. Was het daarna een kwestie van rustig blijven en de kanten bewaren? Ja, gewoon die wedstrijd uitspelen eigenlijk. Ja. En op het laatst worden we toch nog een beetje paniekerig. Terwijl je gewoon die wedstrijd kan uitspelen. Misschien dat we voorin dan beter met die kans moeten omgaan om de 4-2 te maken. Zodat die wedstrijd dood is. Maar dat is gewoon een verbeterpunt, denk ik. Ja, hoe belangrijk is deze zege nou in het proces waarin jullie zitten? Ja, heel belangrijk. Je staat nu natuurlijk 10 punten voor en je bent er nog lang niet. Er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan, maar het is wel een fijn gevoel voor ons. Ja, ik denk ook dat met name de tweede helft moet jullie ook heel veel vertrouwen geven. Ja, wel. Tuurlijk, je valt aan. Je moet niet vergeten dat ze natuurlijk met 10 man speelden. Maar het is fijn inderdaad dat je gewoon die wedstrijd wint.